er zijn duizend en één redenen altijd om dingen niet te doen. En als je het dan toch doet, dan, ja, dan moet het wel allemaal uiteindelijk kloppen. En als ik dan hier weer binnen van na anderhalf jaar, na al die kleine dingetjes, mooie, maar ook minder mooie dingen overwonnen te hebben, en je komt weer, ja, dat is wel heel bijzonder. We hebben zo'n 45.000 zeemijl afgelegd in de laatste anderhalf jaar. En ja, dat is toch niet niks. En, nou, zeker als je dan thuis komt, is wel zo'n soort van, ja, we zijn er weer echt. Het is gewoon gelukt. We zijn gewoon de wereld rondgegaan. En ja, het is toch gewoon heel gaaf. De reis van de Oosterschelde begon op 3 november 2012. Wij beginnen dus hier in Europa, Atlantische Oceaan naar het zuiden, Zuid-Amerika, Brazilië. En dan met een boogje via Tristan da Cunha naar Kaapstad. Tussen de werelddelen door is er alleen de eindeloze Lege Zee. En dan is de drukte van de Rotterdamse haven wel weer even wennen. Wij lopen wacht, 6 uur op, 6 uur af. Dat gaat maar door, hè? 7 dagen in de week. En soms zie je 6 uur lang alleen, geen schip, dagen achter elkaar, niets. En ineens ben je hier, en windmolenparken, boten, dingen, radioverkeer. Allemaal dingen die je maanden niet hebt gehad. Ja, dat is wel een overgang. Ja. Ja, ik denk dat je uiteindelijk word je iets relaxer. Dat, al die problemen hier in, waar mensen zich druk over maken, dat je denkt, hoezo maak je er druk over? Er staat wind en er is een zonnetje, het is toch goed? Familie en vrienden van de bemanning kunnen weer opgelucht ademhalen. Want voor hun was de wereldreis vanuit Nederland best wel spannend. Soms weet ik dat hij in een storm zit of dat er zwaar weer aankomt. En dan ben je gewoon thuis, in je huis. En dat kun je je bijna niet voorstellen. En ik vind dat wel, dat zijn hele vervelende momenten. Helemaal omdat je hem dan niet kan bereiken. Wat Gerben betreft is hun veilige thuiskomst vooral te danken aan zijn schip. Het is gewoon fantastisch, bijna 100 jaar oud. En het is echt zo dat ik heb natuurlijk ook als kapitein wel eens momenten dat het minder loopt. Of dat ik het eventjes, je bent de ene dag vrolijker dan de andere. En dan houd ik zo'n stukje hout vast of een reling van zo'n schip. En dan denk ik, nou, dat schip dat is 100 jaar oud, dat is hier al veel meer keren geweest dan ik er ooit zal zijn. Dat komt wel goed.